Welkom bij een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast Dagteksten van de Evangelische Broedergemeente. Een leerzame en inspirerende boodschap voor deze dag en de rest van de week. Alleen, maar niet verlaten. Vandaag is woensdag 17 januari. De dagteksten van vandaag komen uit Hosea 11, vers 3 en Johannes 14, vers 18. Ik was het die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam, maar zij beseften niet dat ik hen verzorgde. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Ik ben nu een wees, zei mijn vriend laatst op de begrafenis van zijn moeder, tijdens de condoleans. Zijn woorden raakten me diep. Deze man is volwassen en heeft zijn leven op orde. Zijn moeder heeft hem alleen opgevoed, terwijl zijn vader al lang uit beeld was. Dankzij haar is hij geworden wie hij nu is. Ik ben nu een wees. Klinkt niet als de wanhopige roep van een klein kind dat zonder de leiding van een ouder geen weg kan vinden in deze wereld. Het zijn ook niet de woorden van een rebelse tiener die zo snel mogelijk wil ontsnappen aan de verstikkende zorg thuis. En het komt zeker niet van een onzekere jongvolwassene die nog steeds zijn plek in het leven zoekt. Voor mijn vriend betekent ik ben nu een wees dat hij nu degene is die het moet doen. Hij behoort tot de generatie die verantwoordelijkheid draagt voor deze wereld. Hij kan niet langer bij zijn wijze moeder te rade gaan en zal het vertrouwelijke contact met haar missen. Er is voorgoed een einde gekomen aan een belangrijke fase in zijn leven. Gelukkig blijft er wel een verbondenheid bestaan, zelfs na de dood. Foto's, brieven en voorwerpen helpen om herinneringen levend te houden. Ons eigen leven wordt steeds weer verrijkt door de levenservaring van degenen die ons hebben grootgebracht. Als de Bijbel ons opdraagt om onze vader en moeder te eren, betekent dit ook dat we ons bewust moeten zijn van waar we vandaan komen. Wie ons hebben gevormd en gemaakt. In diezelfde Bijbel wordt God vaak aangesproken als vader en soms zelfs als moeder. Meer dan voor menselijke ouders geldt voor hem dat hij altijd met ons verbonden blijft. Hij is de levende God, de schepper van deze wereld die boven tijd en eeuwigheid staat. Zijn naam is liefde. En hij draagt ons ook in deze moeilijke tijden. God, dank u dat wij u vader mogen noemen. Sta ons bij met uw liefde en wijsheid. En laat ons uw volwassen kinderen zijn in deze wereld. Amen. Wij hopen dat deze woorden uw kracht en inspiratie geven. Volgende week woensdag is er weer een nieuwe aflevering. U kunt de podcast op het platform van uw keuze downloaden. Volg ons. Zo hoeft u geen aflevering te missen. Een gezegende week.